kijken naar het geaggregeerde vraag en het geaggregeerde aanbod. En geaggregeerd wil eigenlijk zeggen dat het gaat om de totale hoeveelheid goederen die aangeboden en gevraagd wordt. Dus het gaat echt om de totale hoeveelheden. Dus de totale hoeveelheden. Dus het is eigenlijk het tekenen of de vraag en aanbod van de totale economie. Totale economie. Nou, als we kijken naar de geaggregeerde vraag, dan kijken we dus naar de totale vraag van de economie. En dan gaat het dus om de totale vraag van goederen en diensten die in een land worden gevraagd. En dan kun je dus eigenlijk zeggen dat dat C plus I plus O plus E min M is. En dat is eigenlijk ook gelijk aan de totale productie in het land. En dit is dus echt de totale vraag. Want de vraag in Nederland, zeg maar, die komt van de consumptie, van de investeringen, van de overheidsbestedingen, van de export, min wat wij uit het buitenland halen. Dat is dan weer de import. En dat is dan dus eigenlijk hetzelfde als het nationaal inkomen en dat is weer hetzelfde als het BBP. Nou, als je dit zou gaan tekenen, dan is het een dalende lijn. En dat is ook logisch, want als stel dat de prijzen hoger worden, dalende lijn, als prijzen stijgen, zal de vraag dalen. En bij aanbod is het natuurlijk andersom. Als daar de prijzen hoger worden, dan zal het aanbod eerder gaan toenemen. Dus eigenlijk is dit een negatief verband. Negatief verband. Als we kijken naar het geaggregeerde aanbod, dan kijken we natuurlijk naar het totale aanbod. En dat zouden we in principe natuurlijk ook kunnen tekenen. Dus dit zijn de totale hoeveelheid goederen die geproduceerd zijn. De totale productie in een land. En wat we daarvan moeten weten is dat als je dit zou tekenen, en ik zei het net al, dan krijg je een stijgende lijn. Want als de prijzen stijgen, dan gaat het aanbod ook omhoog. Want bedrijven denken dan dat ze meer winst kunnen maken en dan zullen ze natuurlijk ook meer gaan produceren. Nou, als je dit in een tekeningetje zou maken, dan krijg je dus een stijgende lijn. En als het prijsspel gelijk blijft, ja, dan heb je dus andere situaties. Maar uiteindelijk zijn dit de essentials. Dus bij het tekenen van de geaggregeerde vraag krijg je altijd een dalende lijn. Want als de prijzen stijgen, en het gaat natuurlijk om het prijsspel, het prijsniveau, is dus van belang voor zowel aanbod als vraag. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
Nou, korte samenvatting, de geaggregeerde vraag en het geaggregeerde aanbod. Dat zijn, het gaat echt om totale hoeveelheden vraag en aanbod van de totale economie. De geaggregeerde vraag kun je eigenlijk ook bepalen door het nationaal inkomen, C plus I plus O plus E min M. En dat is echt de totale vraag naar goederen en diensten in de economie. Ga je de lijnen tekenen, dan krijg je een dalende lijn. Want als de prijzen stijgen, gaat de vraag dalen. Dat is een negatief verband. Ik zal het er even bij zetten, een minnetje. Het geaggregeerde aanbod, dat is het totale aanbod van goederen en diensten, wat dus geproduceerd kan worden in de economie en dus ook gaat worden. Zou je dat gaan tekenen, dan krijg je een positief verband, want het is een stijgende lijn. Want als de prijzen stijgen, zal het aanbod omhoog gaan. En je ziet dat het prijsniveau dus van belang is voor zowel het geaggregeerde aanbod als de geaggregeerde vraag.